Thomas weet dat er flink gelogeerd wordt in Vinkeveen. Dus de staakcaravan moet zeker genoeg zitplaatsen hebben. Een zitplek voor het eetgedeelte, dat ga ik nu maken. En losse stoelen, dat neemt natuurlijk een hoop plek in beslag. Dus ik maak een bankje wat tegen de muur aan komt te staan. En niet zomaar een bankje, nee, het wordt er weer eentje met opbergruimte. Als eerste zaagt Thomas de 2x2'tjes op maat. Hiermee maakt hij het frame dat de basis zal vormen voor dit ruime en praktische bankje. Oké. Ik heb het wel, denk ik zo, al onderdeeltjes. Nou, dan kwestie met elkaar schroeven is maar de onderkant, de framepjes. De drie poten. Nou, het enige is nu nog die aan elkaar koppelen. En dat doe ik ook weer met deze 2x2'tjes. Aan de onderkant zo. En de rest komt natuurlijk vast te zitten. Aan de zitting. Die is klaar. Die zet ik even aan de kant. Gaan we straks mee verder. Nu het bankje zelf. Dit is de armleuning. En die kan ik van links of rechts plaatsen. En daar komt dan ook het laadje in. Hè. Maakt eigenlijk niet uit waar je hem zet. Ja, maakt wel uit, want ik vind die kant mooier. Hier komt hij. Zo. Underlayment of multiplex is fantastisch materiaal om meubels van te maken. Want je hoeft het helemaal niet voor te boren. Om de rugleuning een beetje stevigheid te geven, heb ik hier een driehoekje gezaagd. Dus die schroef ik hier aan de achterkant en dan komt hij zo tegenaan. Dubbel dik voor de extra stevigheid. En hier dan twee enkele, maar die heb ik natuurlijk aan de zijkant vastgeschroefd. Dan is dubbel dik een beetje overdreven. En het laadje, dat schuif ik er gewoon in zonder ladergeleiders. Dat gaat prima. Erin wel, alleen eruit niet, dus hier moet ik nog wel even een hapje zagen. Gelukkig is de decoupeerzaag dol op dit soort hapjes. Het is alleen geen nette eter, dus zorg er wel altijd voor dat je alles netjes afwerkt met een schuurpapiertje. Anders zitten je vingers straks vol splinters. Zodra de zitting klaar is, kan die vastgezet worden op het frame. Nou, gelukkig. Even was ik het kwijt, maar ik zie het nu weer helemaal zitten, hoor. Nu alleen nog een leuk kleurtje en hij is klaar. Prima, vissersbankje.